Goedendag, spreek met Paula Dubois. Ik wilde vandaag een filmpje maken weer met mijn envelope punch. Net als ik de vorige keer had gedaan met de tab folder. Mijn dochter is ook aanwezig en die wil graag dingetjes aangeven. Mag je mama de lege tab folder wel geven? Dankjewel. En kijk even inmiddels of ik in beeld ben. Dit was de lege tab folder die we maakten met de tapjes op de envelope punch. En die heb ik versierd. En die krijg ik nu ook aangereikt. Ik heb dat Schelze envelopje heb ik hier op de voorkant geplakt. Alle versieringen komen, plaatjesversieringen komen uit een libelle van 1962. De papier komt uit een muziekboek van 1950. En het boek is ook al wat ouder. En dit zat op het muziekboek. En dus alle plaatjes en reclametjes komen uit een libelle. En aan de achterkant heb ik dus de papieren tapfolder geplakt om als insteekvakje te dienen. En dus kan je deze heel makkelijk in je agenda of boek toevoegen. En is die mooi versierd. Dat wilde ik even laten zien. Ik wilde vandaag dus ook met mijn envelope punch een vierde projectje doen. Want het geldenvelopje kan je dus ook met een envelope punch doen. Maar dat wilde ik vandaag niet laten zien of nog even niet noemen. Omdat ik namelijk in één filmpje alle drie de mogelijkheden voor zo'n geldzakje op een rijtje wil zetten. Zodat je dan ook kan zien wat je met verschillende dingen kunt doen. Vandaag wilde ik een pot maken. Mag ik hem hebben? Ja? Dankjewel. Dit is zo'n pot. Dit is een leuke decoratie. Ik heb weer zo'n oude advertentie erop geplakt. En die wilde ik vandaag met de envelope punch met jullie gaan maken. Je hoeft hem natuurlijk niet zo te decoreren. Je kan hem natuurlijk decoreren en de papier nemen wat je zelf wil. Ik wil verschillende papiertjes laten zien vandaag. Dit is gewoon een action dubbelzijdige kartonpapier uit zo'n 12x12 boek. Die heb ik gesneden. Ik heb voor deze pot heb ik 1¾ genomen, inch, want alles op mijn bord is inches. En dan krijg je dus een wat hogere rand. En je kan dus ook een wat kleiner maken. Ik leg hem deze nu op 1¼ inch. Dan wordt hij iets kleiner. En ik doe hem dus gelijk omdraaien. En dan leg ik hem weer op 1¼ inch. Goed hier. En goed aansluiten dat hij niet scheef trekt. En dan doe ik hem weer punchen. Dan krijg je zo'n raar vormpje erin. En dan gaan we daar dus een stukje afknippen. Maar ik ben dus niet zo'n rechtknipper. Dus ik gebruik even mijn scoreboard. Dan probeer ik hem daar even uit dat lijntje recht te trekken. En dan laat ik hem net iets piepen. Dan zit hij daar recht. En dan doe ik hem vanuit hier even dat kleine stukje scoren. Dan heb ik een lijn om te knippen. Dat kan natuurlijk met deze kant ook. Dan laat ik hem iets piepen. Zodat ik... Er mag nog iets, een heel klein stukje mag die piepen. En dan kan ik hem precies goed scoren. En dan leg ik hem steeds met deze scorelijn hier recht. Mag ik de schaar, lieverd? Dankjewel. En dan doen we hem dus een beetje aan de... Er zit natuurlijk zo'n dalletje nu in, hè, een richeltje. Dan doen we het richeltje proberen weg te knippen. En dat doen we dan ook aan de andere kant. Dus zeg maar net aan het buitenste lijntje van je scorelijn. En dan heb je al de vorm een beetje van een pot. En die vorm ga je nog meer maken door
natuurlijk je hoekjes of de ronde, want de pot heeft natuurlijk geen scherpe hoeken. En dat kan je dus gewoon met je punch doen. En dan ook de onderkant. Hè? De pot heeft geen onderkant. Geen scherpe hoekjes, hè? Ja. En ik zie nu dat mama hier... Dat heeft hij niet. Nee, hè, dat heeft hij niet. Pot die heeft de ronde hoekjes. Klopt. Dus dat is de pot. Nou kan je dus net als wat ik gedaan heb, kan je natuurlijk die randjes helemaal natekenen. En een potvorm erin maken. Zodat je de pot wat definieert. Zeg maar. Je kan hem natuurlijk nog helemaal afinkten. Dat is ook nog mogelijk. Ik krijg net visite binnen. Dus ik ga het zo snel mogelijk afmaken. Ik wilde nog even een envelop laten zien. Dat je dus een vakje kan maken. Wat je dus kan gebruiken als pot. Eventjes goed. Ik heb hem nu op 1 inch liggen. En dan draai ik hem ook weer om. En dat is dus de envelop waar je dus een leuk vakje kan maken. In je boekje. Dan moet je dus de bovenkant open knippen. Ik zal deze even proberen een beetje rechts met de hand te knippen. Dat lukt een beetje, hopelijk. En als je zeg maar een kantje hebt wat niet in de... In een punch kan, in een afronde punch, kan je natuurlijk ook altijd nog even met een rond dingetje het hoekje natrekken. Dat is makkelijk gedaan. Ik doe wel aan de onderkant ook een rondje erin. Zo. En ik probeer het even. Nee, deze lukt niet erin. Dus die moet ik zo meteen even met een dingetje af. En als je hem dan dus open knipt, dan heb je dus een leuk kant-en-klaar vakje. Ik zal hem nu even met de schaar oversnijden. Kijk. En dan heb je een kant-en-klaar vakje waar je van alles leuke dingen in kan doen en die je in je boek kan plakken. En dan die rondjes. En dan kan je net als deze weer de pot natekenen. Je kan natuurlijk ook een leuke decoratie erop doen. Wat je leuk vindt. Want in een potje kan natuurlijk ook zwitsel zitten. Er kunnen snoepjes in een potje zitten. Is een leuke decoratie. Ik wilde nog even laten zien hoe die met de kaart wordt. Dus dan leg ik hem ook weer op 1 inch. Goed tegen de lijn aan. Dit is natuurlijk wat dikker. Ik weet niet of de punch daar zo blij mee is wel. Maar ik wil het heel graag. Dus ik doe het gewoon. Zo. Weer punchen. Ik zal met de hand proberen recht te knippen. Dat mag wel iets kleiner. Mijn dochter zit met spanning te wachten. Tot ze zo'n potje kan bemachtigen. Want zo'n potje vindt ze natuurlijk leuk om mee te tekenen en te versieren. Want dan kan ze van alles opplakken. Dus niet alleen maar voor ons is het heel erg leuk om zoiets te hebben in je agenda. Maar voor de kinderen is het natuurlijk ontzettend leuk om zo'n potje te versieren. En dan heb je dus een potjevorm in een blad wat je middenin kan doen. En waar je weer van alles op kan versieren. Deze moet ik even met... Een cirkeltje zo afronden. En dan kan je hem weer versieren. Dus je kan het met een kaart doen. Je kan het met gewoon papier doen. Dan wordt hij zo. Je kan het met een envelop doen. En dan wordt het een vakje. En je kan hem ontzettend leuk versieren. Je kan natuurlijk ook de bovenkant met washi tape versieren. Decoratieve versiersels. Met rood en wit draad kan je er omheen wikkelen. Je kan er in een hoek een bloemen doen. Wat je wil en wat je het leuk vindt. Je kan natuurlijk onderin ook een inhoud erin maken als je dat leuk vindt.
dat hij een beetje een doorzichtig... Maar dat kan je dus als derde projectje op je envelope punch doen. Mijn excuus voor alle geluiden die er waren en dat iedereen thuis is. Maar soms dan heb je dat nou eenmaal. Dan wil je wel heel graag een videootje maken en dan komt het op het laatste moment toch niet helemaal uit. Maar het is dus leuk om enveloppen te maken. Het is leuk om zo'n file folder te maken, zo'n tab folder. Het is leuk om zo'n dingetje te maken, zo'n potje. En de volgende keer laat ik natuurlijk het geldzakje zien. Maar dan doe ik gelijk alle drie de varianties laten zien. Ik wilde even Moon bedanken dat ze me heeft geholpen. Dat vond ze wel leuk. En heel spannend. Dus die krijgt nu een potje om te versieren. Dat vindt ze vast heel leuk. Nou, tot de volgende keer.